En we troffen alle slangen zo op de grond aan. Dat kunt u laten zien. Alles lag op de grond zo. Er zaten grote beugels wat doorheen. Nou, de stekkers op de pomp. Allemaal linden ervoor langs. En uw station is buiten gebruik in verband met de activiteiten van Shell op de Noordpool. Nu staan die jongens ook op bewakingsbeelden van u. Ja. Wat ziet u daar? Nou, ik zie gewoon een rood autootje. Komt om 3:55 aanrijden met 3 of 4 activisten erin. Netjes een hesje aan. Die gaan heel doorgemoedigd de auto uit. Die trekken hier de linten voor langs. En die gaan rustig aan het werk. Slot erop, kijken keurig in de camera's. Maken allemaal niks uit. En denk ja, nou. Hoe lang heeft dat geduurd, die actie? Ja, ik denk een goed kwartier. Dat had wel heel goed voor elkaar, goed gecoördineerd. Een hele dure aanbesloten van 60, 70 euro per stuk. Maal 10, maal 60 stations. Dus het maar uit je winst. Ja. Dus er zit nog wel geld bij Greenpeace. Ja, herkende u mensen zeg maar, op de camera? Ja, ze waren herkenbaar, maar het waren natuurlijk geen kennissen van ons. Ik denk dat ze uit het westen kwamen of zo. Hoe zagen ze eruit dan? Nou, keurig. Een paar studenten en een oude geitenwolle hippie. Ja. Dus ja, niks op aan te merken. Ja, wat vindt u ervan eigenlijk, van die actie? Ja, nou, kijk, ik vind een actie, het treft mij als pomphouder, het treft de klant, het treft Shell niet als zodanig. Ik vind dat je de ondernemer niet mag belemmeren in deze. Want er is ook maar een onderdeel van. Dan moet je bij de Shell zijn, vind ik. Ik ben er wel voor bepaalde acties, maar ik vind dit wel een beetje overdreven. En waarom? Ja, de mensen die bent op benzine aan het wezen. En dat is natuurlijk wel waar. Maar als je een bedrijf hebt of zo, en je moet benzine tanken, dan kan je niet tanken. En dan zit je heel veel op de kont. En dus, wat vindt u van die actie van Greenpeace? Nou, ik kan er niet achter staan dit keer.